Madrid, Spanje. Dinsdagochtend, 10 uur. Mensen in de hoofdstad beginnen aan een nieuwe dag. Maar voor sommige mensen is het de start van een heel andere dag. Een hele hectische dag. Vlakbij het stadscentrum ligt Universitair Ziekenhuis Quirón. Dit ziekenhuis staat bekend om haar hoge kwaliteit van medische zorg. Dr. Antonio Maldonado is hoofd van de afdeling Nucleaire Geneeskunde en verantwoordelijk voor het gebruik van nucleaire technologie om ziektes op te sporen en te diagnostiseren. Zijn high-tech apparatuur is echter totaal onbruikbaar als er slechts één element ontbreekt. If we don't have nuclear isotopes, we cannot get a diagnosis. Zodra mensen de woorden nucleaire technologie horen, hebben ze meestal een duidelijk beeld voor ogen. Tsjernobyl, Fukushima, kernafval. Maar weten we wel welke rol nucleaire technologie in ons huidige leven speelt? In landbouw, geneeskunde, industrie en onderzoek. Volg onze verkenningstocht naar de minder bekende kant van deze technologie in Nuclear Lifeline. In Madrid ontvangt dokter Maldonado verzoeken van verschillende artsen om te helpen bij de diagnose van hun patiënten. Here in our hospital we perform approximately for diagnostic procedures between 3,000 and 4,000 patients per year. We preferentially use nuclear technology in order to diagnose cancer and Alzheimer's disease. En voor iedere patiënt wordt een specifieke methode gekozen. When the patient make an appointment here in our department, we decide which type of nuclear technology procedure is going to be made. Maar er is één element dat essentieel is voor de medische procedure: nucleaire isotopen. For us, it's crucial to have the nuclear isotopes on time in our hospital the day of the procedure. We ordered the nuclear isotopes the day before. The nuclear isotopes came from Belgium to Madrid and the ship is delivered to the laboratory. De isotopen moeten dus binnen 24 uur 1600 kilometer afleggen en klaar zijn voor gebruik in het ziekenhuis. De reden van deze timing is dat medische isotopen extreem vers moeten zijn om van nut te zijn voor dokter Maldonado en zijn patiënten. Wereldwijd zijn er maar weinig plaatsen waar isotopen worden gemaakt. Zo'n 25% van de wereldwijde bestellingen komen terecht in België. This target contains uranium for about 10,000 patients. Steven van Dijk is de manager van BR2, kort voor Belgian Reactor 2. Een onderzoeksreactor die isotopen produceert voor medisch gebruik. In this building the process of nuclear medicine for millions of patients worldwide starts. De nucleaire installatie in Mol is dus geen energiecentrale, maar een onderzoeksreactor. It is used to expose materials to radiation, which are then used for experiments or to extract radioisotopes. En het zijn deze isotopen die na verdere verwerking gebruikt worden bij ruim 30 miljoen geneeskundige behandelingen per jaar. Maar wat zijn isotopen precies? De meeste mensen krijgen vroeg of laat, direct of indirect, met nucleaire isotopen te maken. Isotopen zijn radioactieve elementen die, in combinatie met andere stoffen, artsen in staat stellen organen en weefsel diep in ons lichaam zichtbaar te maken. Het ruwe materiaal dat Steven gebruikt om deze isotopen te maken is uranium. The material arrives here from France. Het uranium komt eens per jaar vanuit de Verenigde Staten naar Frankrijk. Van hieruit wordt het verder verscheept naar nucleaire faciliteiten. In Mol wordt het bewerkt voor de geneeskunde. We irradiated during 5 days in the reactor. Kleine hoeveelheden uranium worden in de reactor geplaatst en gedurende 5 dagen gebombardeerd met neutronen. Hierdoor worden de atomen instabiel. En zoals de natuur eigen is, zal het atoom zijn balans willen herstellen. De kern van het atoom kan zijn balans alleen herstellen door de overtollige neutronen uit te stoten. Deze straling noemt men radioactiviteit. De tijd die de kern van het atoom nodig heeft om de balans te herstellen, verschilt per stof. Een watermolecuul is na zo'n 25 seconden alweer bijna in balans. Maar een radiumatoom bijvoorbeeld verliest in 1600 jaar slechts de helft.
Because of the limited half-life of radioisotopes for medical use, the transport needs to be swift but safe. Dit is waar de race tegen de klok begint. Het ruwe materiaal moet getransporteerd worden naar een farmaceutisch bedrijf dat de isotopen geschikt zal maken voor medisch gebruik. De meest gebruikte bron in de geneeskunde is molybdeen 99, met een halfwaardetijd van 66 uur. Dit betekent dat het molybdeen na 66 uur de helft van zijn radioactiviteit kwijt is. Bij BR2 zijn de bestraalde uraniumtargets klaar om de reactor te verlaten. Voorzichtig worden de nu radioactieve targets in een loden container geplaatst. Elk uur verliest de target een deel van zijn radioactiviteit. Er is dus haast bij. Bij IRE, een van de zeldzame bedrijven in de wereld die medische isotopen produceert, worden de loden containers van BR2 uitgeladen. Voordat de isotopen uit de containers gehaald kunnen worden, moeten de containers in speciale afgeschermde ruimtes geplaatst worden. De werknemers gebruiken robotarmen om de isotopen op afstand uit de containers te halen. Our story starts with this small tube, which is called a target. It's a very small tube. All nuclear medicine will start from this piece of metal. We will dissolve this tube in our laboratories, and we will then purify the isotopes. This process is lasting like one day. And in the evening, we have a small vial with the liquid, which is interesting for nuclear medicine, which will be then shipped to our customers all over the world by truck or by plane. Maar hoe maakt IRE de isotopen geschikt voor medisch gebruik? Als je het nucleaire materiaal dat in BR2 geproduceerd is vergelijkt met een bos bloemen, zou dit een boeket zijn met een grote variatie aan kleur. Zoals de vele kleuren het boeket vormen, stralen de targets veel verschillende radioactieve elementen uit. Maar voor een medische behandeling heb je maar één element nodig. Technetium 99, het radioactieve vervalproduct van molybdeen 99. IRE moet alle andere elementen verwijderen, zodat alleen technetium 99 overblijft. Dit heet het zuiveringsproces. We connect the radioactive isotope to a molecule or a drug, a specific molecule. And when we inject this combination inside the body, this molecule will bring the package of radioactivity to a specific disease or a specific organ inside the body. Deze radioactiviteit wordt opgepikt door de medische apparatuur, die het vervolgens vertaalt naar een 3D-beeld. Het kost IRE slechts één dag om de isotopen te zuiveren. Maar één dag in het leven van een isotoop is lang. So what is special here is that we can't stockpile those elements because the nuclear isotopes they decay very quickly. If we lose 1 hour, we lose 1% of activity. So in a day you lose like 25% of the activity. Om de isotopen te kunnen gebruiken in het ziekenhuis mag het stralingsniveau niet te laag zijn. En de isotopen moeten eerst nog in een generator geplaatst worden. In the hospital during 1 week they will elute, they will milk in a way this generator and they will inject the isotope to the patient. Timing is ook hier van groot belang. Us, our customers, our suppliers, we are all working against the clock. Zodra de isotopen in de generator geplaatst zijn, is het product klaar voor medisch gebruik. De tijdige levering ligt vanaf nu in de handen van gespecialiseerde transportbedrijven. Eerste halte, Brussels Airport. In the evening, the rush hour starts at Brussels Airport. Een belangrijke verzamelplaats voor de internationale distributie van medische isotopen. Terwijl de zon ondergaat en de meeste mensen hun werkdag afsluiten, begint de werkdag bij de DHL-hub nog maar net. Rudy Kouwenberg werkt voor een bedrijf dat is gespecialiseerd in het organiseren van isotopentransport. Dit bedrijf zorgt ervoor dat weg- en luchtverkeer perfect op elkaar is afgestemd. It takes an extreme precise organization to link road and air transport in order to obtain an on-time delivery to the hospital. Meer en meer vrachtwagens met hun levensbelangrijke vracht arriveren bij de poorten van het vliegveld. De pakketten worden verzameld en gesorteerd op bestemming. Het is een perfect georchestreerd ballet van vrachtwagens, goederen en mensen met de tijd als meedogenloze dirigent.
Los van het hoofdgebouw staat een klein gebouw, de bestemming van een uitzonderlijke groep transportwagens. Ze noemen dit gebouw de bunker. En hier worden goederen verzameld die gevaarlijk zouden kunnen zijn. De isotopen worden met een vorkheftruck uitgeladen en in de bunker geplaatst. Ondertussen is het vliegtuig dat de isotopen naar Madrid zal brengen geland. Het moet nu zo snel mogelijk worden klaargemaakt om precies op tijd naar Madrid te kunnen vertrekken. Men kent nucleaire technologie van de energiecentrales. Maar er zijn tal van andere toepassingen, overal om ons heen. Zoals het gebruik van isotopen in de geneeskunde. De isotopen die wij volgen zijn vertrokken bij BR2 en moeten over een aantal uren in Madrid zijn. 11:00 's avonds, Brussels Airport. Op het tarmac wordt het vliegtuig dat een belangrijke lading medische isotopen zal vervoeren, voorbereid op de vlucht naar Madrid. Binnen minder dan 10 uur arriveren de patiënten in het ziekenhuis. De vrachtwagens met de isotopen zijn aangekomen en worden uitgeladen in de bunker. This is where we're handling dangerous goods. Radioactives get a special treatment. Koen Hazaerts is verantwoordelijk voor het transport van potentieel gevaarlijke stoffen. After unloading the trucks, the goods are separated per destination. And they will be stored in a special dedicated area for a couple of hours before they will be sent on the aircraft. De nucleaire isotopen worden in een door betonnen muren afgescheiden ruimte geplaatst. Here we have the goods for Madrid. Zodra alle goederen met bestemming Madrid zijn aangekomen, worden ze verpakt in sterk plastic folie. Dit houdt de dozen op hun plaats in geval van turbulentie. Hierna wordt de vracht in een speciaal ontworpen container geplaatst. Op het tarmac wordt het vliegtuig klaargemaakt voor vertrek. De crew bereidt de cockpit voor en geeft groen licht aan het laadteam. Binnen 20 minuten moeten de laders het grote ruim helemaal vullen. De vracht moet heel precies geplaatst worden, zonder tijd te verliezen. Er zijn veel veiligheidsregels waaraan de luchtvrachtsector moet voldoen. En nog meer wanneer het om nucleaire isotopen gaat. In order to run our operation, we have to comply with certain rules and regulations. Namely, dangerous goods, security, safety, aircraft operations. Buiten dat de isotopen in een speciale beschermende verpakking zitten, zijn de verdere regels en voorschriften extreem streng om de kans op incidenten te minimaliseren. De laatste checks worden gedaan en het vliegtuig is klaar om te vertrekken. Het transport verloopt vandaag wederom perfect. Maar wat als deze bevoorradingsketen verstoord raakt? Wat als een transport te maken krijgt met een extreme situatie? Een gesloten luchtruim? Deze situatie kreeg Serge Gosses voor zijn kiezen op de dag na 11 september 2001. I was driving in my car. At a certain moment I get a phone call. They asked me if I could provide a service to deliver radioactive material from Schiphol Airport towards the US. Een grote lading isotopen, bestemd voor zo'n 100.000 patiënten, mocht niet vertrekken naar de Verenigde Staten. Het gesloten luchtruim als gevolg van de terroristische aanslagen maakte het normale transport van isotopen naar St. Louis onmogelijk. Het lukte Serge om een privévliegtuig te regelen dat kon vertrekken op 13 september. Toen ze na verschillende tankstops het Amerikaanse luchtruim naderden, kwam er een belangrijk radiobericht binnen. We were not able anymore to fly into US airspace. Serge zocht een andere oplossing. It was possible to have an American aircraft going to Canada, pick up the goods and fly back into the US. De Amerikaanse piloot vloog de vracht naar St. Louis, waar het materiaal werd uitgeladen, verwerkt en doorgestuurd naar de vol spanning wachtende ziekenhuizen. With all the necessary help that we had from all authorities, we could succeed to bring the material safely at the end destination. Maar waarom doen deze mensen zoveel moeite om isotopen op hun bestemming te krijgen?
Wat maakt nucleaire technologie zo belangrijk voor de geneeskunde? So it all started with Henri Becquerel and of course Pierre and Marie Curie. They discovered radioactivity. And Marie Curie was really the first one who had the idea of using the radioactivity for a therapeutic application. Marie Curie was een in 1867 geboren Poolse schei- en natuurkundige. In haar tijd, met de beschikbare techniek, was ze niet in staat van haar ideeën werkelijkheid te maken. De wetenschap heeft pas in de afgelopen decennia de stappen genomen die zij toen al voorspelde. The people have been able to purify it correctly so that we can have only a single isotope of radium for a therapeutic application. De gevolgen van straling waren in de tijd van Curie nog onbekend. Curie transporteerde radioactief radium gewoon in de zakken van haar kleding. Ze overleed uiteindelijk door blootstelling aan straling. Ruim 80 jaar later zijn de regels behoorlijk veranderd. De vrachtdeuren kunnen dicht. Het vliegtuig is klaar om naar Madrid te vertrekken. De motoren worden gestart en het vliegtuig taxiet naar de baan. Als de wielen loskomen van de baan, slaat de klok 3 uur. De verwachte aankomsttijd in Madrid is 6:30. De eerste patiënten zullen 3 uur daarna in het ziekenhuis arriveren. In 20 uur zijn de medische isotopen voor een ziekenhuis in Madrid geproduceerd, gezuiverd en op transport gegaan. Ze naderen nu hun eindbestemming. Om 4:35 komt een vliegtuig met medische isotopen het Spaanse luchtruim binnen. De verwachte landingstijd is 5:30 in Madrid, waar slechts enkele uren later patiënten met deze isotopen behandeld moeten worden. Het gebruik van nucleaire technologie binnen de geneeskunde is algemeen geaccepteerd. Maar nucleaire technologie blijft een controversieel en vooral ook onbekend onderwerp. Nuclear technology is already all around us, everywhere. But it should not be forgotten that nuclear technology is applied in a very wide spectrum of applications. The advances in nuclear science and technology over the past 75 years since the first chain reactions are tremendous. Hoe blijven we ook in de toekomst in staat medische isotopen te produceren? Bij het SCK in Mol, België, werkt CEO Erik van Wallen aan een nieuw soort nucleaire faciliteit. Well, the BR2 reactor has an operating license until 2026 today, but we believe it can really work longer. But at this time we need to think about future development and this will be the MIRA system. Het MIRA-systeem maakt duurzame energie mogelijk, zal radio-isotopen voor de geneeskunde gaan produceren en zal een belangrijk onderdeel vormen voor het Europese onderzoeksgebied naar experimentele reactoren. Ook zal MIRA het mogelijk maken om kernafval op een betere manier af te voeren. Het zal de levensduur, warmteproductie en toxiciteit van hoog radioactief materiaal enorm verkorten. Daarnaast zal MIRA de levering van medische isotopen in de toekomst veiligstellen. Accidents of the same nature as Chernobyl or Fukushima cannot happen with the new generation of power plants, nor with systems such as MIRA. Due to this next generation technology, the world will continue to benefit from the advantages of nuclear technology. And this both for healthcare, for non-power industrial applications, and for carbon-free power generation. In de geneeskunde worden isotopen op dit moment vooral gebruikt voor diagnostiek. Maar er dienen zich op korte termijn belangrijke nieuwe toepassingen aan. Now that we have these molecules that can bring diagnostic radioisotopes to a specific place in the body or a specific disease, we can actually now change that isotope into a therapeutic, a much stronger radioisotope. In plaats van het zichtbaar maken van een ziekte, kan het molecuul voorzien worden van een radioactief isotoop die meteen ook de slechte cellen doodt. In the next 5 to 10 years, there will be a multitude of this type of radioactive drugs, so that we can treat them effectively. Het zal niet lang duren voordat artsen hun patiënten kunnen injecteren met nieuwe moleculen en isotopen die de kankercellen vinden en doden. Vijf uur 22, Madrid. De patiënten verwachten over enkele uren hun behandeling. De vlucht nadert het vliegveld.
Het weer is goed en de landingsbaan verschijnt in het cockpitraam. De isotopen zijn aangekomen in Madrid. Zodra het vliegtuig is geparkeerd, wordt het uitgeladen met dezelfde snelheid en precisie als dat het 2,5 uur geleden werd ingeladen. Vanaf hier kost het nog zo'n 3 uur voordat de isotopen het ziekenhuis bereiken, waar dokter Maldonado de diagnose van zijn patiënten kan starten. Negen uur 17. In minder dan 24 uur nadat de isotopen besteld zijn, arriveren ze in het ziekenhuis. Eerst gaan ze naar een kamer waar het medicijn wordt geprepareerd. Er wordt een injectiespuit klaargemaakt met de nucleaire stof. Deze wordt vervolgens in een loden huls geplaatst en aan het medische personeel doorgegeven. De patiënt is klaar voor de behandeling. So the patient was on time, the nuclear isotope was on time too. We performed the procedure and finally we obtained a diagnosis. Zo gaat het, dag in, dag uit. Niet alleen in Madrid, maar in ziekenhuizen over de hele wereld. Een constante stroom aan isotopen. Duizenden mensen zorgen er elke dag voor dat miljoenen patiënten hun behandeling op tijd ontvangen. Nucleaire technologie blijft een verrassende rol in ons leven spelen. Het is overal om ons heen, vaak zonder dat we het doorhebben.